Komende avond vallen er enkele buien die lokaal zwaar zijn met onweer en veel regen. Later vanavond en vannacht verdwijnen de zware buien, maar er kan nog wel wat regen vallen. De matige wind draait naar het westen en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er veel bewolking, maar af en toe kan ook de zon even doorbreken. De matige wind waait uit het noordwesten en er wordt relatief koele lucht aangevoerd. Het blijft op de meeste plaatsen droog en met 18 graden is het erg koel voor de tijd van het jaar. Ook woensdag overdag is het op de meeste plaatsen droog. De matige wind waait uit het westen en het wordt maximaal 18 graden. Donderdag zorgt een storing voor een verhoogde kans op enkele buien, maar de zon zal ook niet ontbreken. Met 17 graden is het wel een koele dag. De matige wind waait uit het noordwesten. Vrijdag vallen enkele buien bij een matige westelijke wind. De temperatuur blijft met 17 graden aan de lage kant voor de tijd van het jaar.